Mokumentaire. Mokumentaire. Hallo mensen, we zitten hier bij Barbara Beach. Dat is een mooi strand, ik kwam hier al toen ik klein was. Alleen zijn wat dingen veranderd, zie ik. Je hebt nu overal kleine tentjes staan en zo. Wel leuk in principe, maar ja, je krijgt toch snel, word je hier humeur, wordt eigenlijk verpest als je bij de ingang gewoon 6,50 moet betalen. Dat hebben we nooit hoeven te doen en... Ja, ik denk dat het echt een toeristensport is geworden. Ik bedoel, je ziet hier alleen maar makambas hier dicht bij de kant snorkelen. Of ja, gebeurt. Ja. Ik denk dat veel locals hier wegblijven, omdat ze toch 6,50 is best veel. Dat voor een strand, zee en zon, wat in principe overal is, een eiland is. Dus ik heb nu de sterke indruk dat de mensen aan de top hier in Curaçao, dat ze echt... Ja, ze verkopen het eiland eigenlijk. Het is een pity. Je ziet daar ook die grote tonnen, die olie dingen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld bij Pesba, zie je dat niet. Dan zit je helemaal alleen. Het is echt een pity, een shame. Oké. En er lopen overal securities, die zorgen dat alles geordend blijft. Dat is ook zeer geordend hier, dat zie je wel. Aan de andere kant van Curaçao, dus waar we allebei mooi zijn, ja. Dat is niet meer voor het publiek. Hè? Dat is dus alleen in handen van buitenlanders. Ja, alles is voor buitenlanders. Ze verkopen Curaçao eigenlijk. En dan maken ze zich boos over. De Curaçaonaren maken zich boos over dat het eiland niet meer van hun is en dit geen controle. Maar ik heb echt de indruk dat ze het zelf verkopen. Ze verpatsen het gewoon aan. Zodat het alleen maar voor toeristen is en buitenlanders. Ik bedoel, de laatste keer dat ik hier was, was het vol met Antillanos. Die stonden hier te barbecuen en te feesten. En, ja, is minder. Het is overigens wel heel mooi om hier te zwemmen. Want het gaat heel diep naar beneden gelijk. En je moet wel oppassen, want ze varen hier heel veel met jetskis en zo. En speedboten. Dus je kan ook overvaren worden hier. Dat is weg. We gaan even een kijkje nemen bij de directeur van het strand. Dit strand heeft een directeur. Kun je dat voorstellen als het Vondelpark een directeur heeft en dat je moet 6,50 betalen als je het Vondelpark in wil? Zo kan het ook worden in Mokum. Dus we gaan even kijken, weet je, wat die directeur erover te zeggen heeft. Bastet Suiker op Barbara Beach. We gaan zo praten met de jonk hier. Dat is de directeur van deze beach. Deze week heeft hij heel druk gehad met de interviews. Want de prins, die is hier ook, Alexander, die is hier ook langs geweest. En die heeft overigens hier achter een huis van 7 miljoen. Echt een groot huis. Met alles erop en eraan. Echt alles tot de Q-tips aan toe. En... ja, we gaan zo een interview met hem geven. Maar hij heeft het nu druk. Hij is aan het dineren.
En in zijn eigen tent hier. En we gaan hem even wat vragen stellen over wat maakt deze plek zo speciaal. Om er, dat iedereen ervoor moet betalen. Waarom kunnen ze niet eigenlijk een regeling doen dat de locals gratis mogen en toeristen moeten betalen? Dat lijkt mij toch wel iets logisch. Want het lijkt me zo vreemd als je hebt hier, iedere dag ga je hier naar het strand. Op een dag moet je 6,50 betalen. Dan heb je toch ook zoiets van... Maar we gaan het hem vragen. Jullie komen zo te weten. Yes. Bij Barbara Beach met de heer Jonkheer, als ik goed zeg, ja. Het is de directeur van Barbara Beach. En ik wou u wat vragen stellen, is het goed? Ja hoor, nou laat ik eerst zeggen, u bent op het Santa Barbara Plantation. Ah. En Barbara Beach is een onderdeel van Barbara, Santa Barbara Plantation. En ik ben directeur van Santa Barbara, of Barbara, ja, Santa Barbara Plantation. Oh. En onderdelen daarvan zijn Cerro Boca Estate. Ik weet niet of jullie daar geweest zijn, waar de huizen gebouwd worden. En Cerro Boca Marina. Het zijn onderdelen van Santa Barbara Plantation. En met de beach, is u ook, daar ja, werkt u ook? Ja, Barbara Beach is dus ook onderdeel van Santa Barbara Plantation. En daar is Alonso Restaurant. En dat resorteert ook onder mijn verantwoordelijkheid, ja. En je hebt ook nog Barbara Resort, heb ik gezien? Ja, dat is een oude naam die wij hadden vroeger. We heten nu niet meer Santa Barbara Resort, maar Santa Barbara Plantation. Ja, mooie naam. Kunt u iets vertellen over de history van Barbara Beach? Dus his story. Ja. Nou, het is een heel populair strand, altijd geweest. Het was onderdeel van de plantage Santa Barbara. En zoals u weet is men in de jaren, het begin jaren 1900, begonnen met het winnen van fosfaat. En mijn maatschappij die is dus de beheerder en de eigenaar geweest van deze plantage. En dit strand is sinds die tijd zeer populair. Wij hebben het een jaar of twee geleden wat geüpgraded. Wat netter gemaakt, wat meer zand aangebracht, wat beplanting en het restaurant gebouwd. Het heeft veel onderhoud, dit strand? Ja, als je het een klein beetje netjes wil houden, dan heeft het ontzettend veel onderhoud. Vergt het heel veel onderhoud. We hebben, als u iedere maand kijkt wat er voor rommel allemaal opgehaald wordt van zo'n strand, dan sta je wel even van te kijken. Dat is heel netjes, als je kijkt, het ziet er heel mooi uit. Ja, we doen ons best en men heeft wel eens een beetje bezwaren dat ze 6 gulden moeten betalen om binnen te komen. Maar die 6 gulden hebben we heel hard nodig om het zo netjes te houden. Ja. En wat zijn nou de soort mensen die Barbara Beach aantrekken? Wat zijn de mensen die hier veel komen? Nou, we proberen dus een klein beetje niveau op Barbara Beach te brengen en te houden. Wij richten ons op familie met kinderen, mensen die daar een rustig weekend willen doorbrengen, een hapje komen eten en een prettige dag willen hebben. De teenagers die gaan meer naar Mambo Beach, dat is veel leuker voor hun, kunnen ze muziek maken, wordt er veel muziek gemaakt. Je hoort hier geen muziek bijna, hè? Nee, mensen die bij ons op het strand komen, die willen een beetje rust hebben. En het enige muziek die je hoort is op zondag. Als dus de jachten voor de reden liggen. Hè. Er komen op zondag komen zo'n 20, soms tot 40 jachten komen daar liggen. En dan wordt het heel gezellig. En dan heb je wel een beetje muziek. En dan heb je ook mensen op het strand, ja. Ik kan me voorstellen dat vroeger, dus echt lang, lang geleden, piratentijd, dat dit echt een baai was waar de piraten zeg maar invoeren. Waar ze... Nou, het is het. Het is de baai waar dus Alonso de Ojeda in 1499 binnen is gevaren. En daarom heet het ook Spaanse water.
Dat is ook de reden. En ze hebben hier de Kaikatias-Indianen zijn ze tegengekomen. We hebben op het resort twee archeologische sites waar je allerlei oude spullen vindt. Potten, pannen, stukjes tenminste, van potten en zo, van de Arawak-Indianen. Van die tijd? Vanuit die tijd, ja. Je had de Arawak en de Kaikotios. Ja, je voelt ook wel een beetje die sfeer nog. Als je daar zo loopt, dan zie je het echt. Van, het is, ja, het is heel ruig terrein. Het is nog heel ongerept terrein. Het is milieu heel gevoelig. Wij proberen dat ook zo te houden. We gaan heel erg voorzichtig om met het milieu. Puur natuur. Ja, wij proberen de ontwikkeling zodanig aan te pakken dat het milieu zo min mogelijk affecteert. Wat zijn nou de mensen die bij u voor u werken? Wat zijn het Antillianen? De meeste lokalen, ja. Ja, we hebben de meeste lokalen. Ah, ja. We hebben 30 man aan onderhoudpersoneel en technische mensen, administratief personeel. En we hebben een behoorlijke ploeg van zo'n 32 veiligheidsbeamten, security force noemen we dat. Mm-hmm. We willen, het is niet dat er hier zoveel misdaad is, maar het is, voorkomen is altijd beter dan genezen. Dus we hebben een goed opgeleide ploeg jongens die dus 24 uur per dag het resort bewaken. Heeft u misschien nog personeel nodig? Nou, misschien in de toekomst. We zijn nu bezig met de eerste fase eigenlijk van de echte ontwikkeling. Dat bestaat uit een hotel met 350 kamers en een 18-holes golfcourse. Wow. Waarbij wij onze eigen water en elektriciteit en telefoon gaan verzorgen. Oh, dus heeft u uw eigen telefoon? Nou, we gaan onze eigen telecommunicatie verzorgen. Ja. En ook water en elektra. Ja, want soms valt de stroom in ieder geval eens uit. Hè? Ja, daarom willen wij proberen onafhankelijk te zijn. Niet dat, dat de stroomleverantie op Curaçao zo slecht is hoor. Ik heb het heel veel erger meegemaakt. Het is natuurlijk een klein eiland en je hebt geen backup. Dus er gaat wel eens wat fout. Maar wij willen dus, en we doen het hoogstwaarschijnlijk in een soort joint venture met Aqua Electra, dat zijn de lokale nutsbedrijven. Dat is een lokale nutsbedrijf. Oh, dat is mooi. Ja, we hebben een mooi beeld van uw resort, of plantation moet ik zeggen. Ja, nou ja, ik hoop dat het allemaal doorgaat waar we mee bezig zijn. Maar belangrijk voor Curaçao en voor de Curaçaose economie als dit allemaal positief uitpakt. Ik hoop het. Veel succes. Ik wil u bedanken voor dit interview. Tot ziens hoor. Oké. Ik weet niet of je iets kan opnemen van het oprit. Oh, het ziet er echt uit als een... Ja, een helikopterper. Ja. Dat is mooi hoor. Jongen, hier zitten vissen. Oei. Spaanse water. En dit is het hotel. Dit is Barbara Beach. Hier is de eerste hole. Maar dan heb je vaak dat de balletjes in de zee worden geschoten, hè? Maar dat is juist. Interessant, hè? Ja, precies. Papa,
Lentes is sinds 2 jaar operationeel op Curaçao. 15 jaar geleden is Atlantis International begonnen met het ontwerpen van toeristische onderzeeërs. Het bedrijf telt momenteel 12 onderzeeërs op 9 verschillende locaties en heeft tot nu toe 7 miljoen mensen vervoerd. Hierdoor is Atlantis Adventures de wereldleider in onderzeetours. Atlantis Curaçao is een van de 12 locaties die tours verzorgen. Op Curaçao kennen we geen onderzeeër, maar wel een semi-onderzeeër. In het Caribisch gebied biedt Atlantis 7 verschillende tours aan en is hierdoor de grootste touroperator in dit gebied. We hebben een reputatie opgebouwd door onze visie in het samenstellen van tours en door ons uitstekend verzekeringspakket. Atlantis Curaçao biedt de meeste variëteit aan tours aan vanwege het feit dat hier alles aanwezig is. Curaçao biedt in het hoogseizoen werk aan 30 personen. U zult nu denken, zo'n groot bedrijf, en waarom kennen wij dat bedrijf niet? Nou, eigenlijk heel eenvoudig, we hadden het veel te druk om een naamsbekendheid te werken. Als ik u vertel dat wij in de afgelopen 6 maanden 40.000 mensen op tour hebben gehad, dan zult u met me eens zijn dat wij de handen vol hebben gehad. 40.000 mensen zijn door ons vervoerd en voorzien van gidsen. En deze 40.000 mensen hebben wij kwalitatief een hele hoge tour aangeboden. Want hoge kwaliteit is wat het koesterisme eist. De tours die we aanbieden zijn onder andere diverse island tours, de trolleytrein, kayak tours, jeep tour, semi-submarine, cultural tour en snorkel tours. Als transport hebben wij gebruik gemaakt, als transportmiddel hebben wij gebruik gemaakt van onze eigen bussen, bussen van ABC Busbedrijf, Fiesta tours, Curban tours en Tegel tours. De boot van Miss N, de boot van Van Valk en de grootste transporteurs waren de taxis. Maar liefst 24.000 mensen zijn door taxis heen en weer vervoerd. Wij hebben met onze tours de volgende attracties bezocht. Het Curaçaose Museum, de Grotten van Hato, Landhuis Chocolobo, Botanical Garden de la Veres, Ostrich Farm, Seaquarium Beach, Contiki Beach, Wagner Beach, Habitat, Cura Hollanda, Maritiem Museum en Jantjes Restaurant. Verder hebben wij gebruik gemaakt van diensten van Star Rent, Vista Rent, Caribe Rent, en ons equipment is een onderhoud bij de Antillen. Ik ben ervan overtuigd dat al deze bedrijven heel blij zijn dat Atlantis Adventures hun in het pakket heeft. En wij zijn ook heel blij met de samenwerking die wij in het afgelopen seizoen hebben ondervonden. Hetgeen wij gesignaleerd hebben is dat de kleine ondernemer in deze begrijpt dat het zaken doen, geven en nemen is. En dat er sprake moet zijn van flexibel en creatief denken en handelen. Het op je strepen staan om maar op te staan, zijn we dit seizoen niet tegengekomen. En daar waar het aanwezig was, hebben wij over gesproken. Als ik in deze een voorbeeld mag geven, zijn het wel de taxis. Het is allen bekend dat dit geen gemakkelijke groep is. Door duidelijkheid echter te brengen in de werkrelatie en het respect naar elkaar, is er sprake geweest van een goede samenwerking, zeker op dagen dat er meerdere schepen waren. Bij deze spreek ik ook mijn lof uit naar Judith Maurits voor een geweldige manier van optreden om alles te laten verlopen zoals het hoort. Zoals ik reeds zei, flexibiliteit, creativiteit en geduld zijn belangrijke elementen in deze business. En als gids moet je over deze eigenschappen beschikken. De medewerkers van Atlantis hebben dan ook op alle fronten dit laten zien. Het is niet gemakkelijk om, wetende dat je geen vaste baan aangeboden kan worden, telkens weer enthousiast, vriendelijk en behulpzaam te zijn in moeilijke situaties. Ook voor het bedrijf is het tijdelijk karakter moeilijk.
Iedere 6 maanden moet je weer opnieuw beginnen met werving en investering in nieuwe mensen. Hetgeen in de huidige economische situatie niet gemakkelijk is. Omdat, zoals ik reeds zei, hoge kwaliteit geboden moet worden. Door de grote trek naar Nederland verdwijnt ook de kwaliteit. Dit is een grote zorg voor het bedrijfsleven. Ik hoop dan ook dat de huidige werknemers de stap om weg te gaan van het eiland niet zullen nemen. Want mensen zoals zij hebben wij nodig voor onze vooruitgang. Eerder heb ik opgesomd wie onze partners zijn, maar wie wij toers tot stand hebben gebracht. Mijn persoonlijke zakenvisie is business kunnen delen, waardoor je kwaliteit bij elkaar brengt en daardoor uiteindelijk een heel goed product voortbrengt. Zo kunnen bedrijven blijven bestaan en mijn hoop is dat bedrijven elkaar zullen blijven inspireren om tot kwaliteitsverbetering te komen. We zitten met z'n allen in een zorgelijke economische situatie, maar alleen wij kunnen ervoor zorgen dat we eruit komen. Laten we de mooie dingen van het eiland blijven zien, zoals bijvoorbeeld deze hele mooie entourage waarin we zitten. Daar betalen mensen duizenden guldens voor om dit te mogen ondergaan. Maar laten we ook alert zijn op zaken en veranderingen die plaatsvinden op mondiaal niveau. Toerisme is een gevoelige sector en de veranderingen ten voor- en nadelen gaan zeer snel. Ook in de cruise-industrie zien we veranderingen. De schepen worden alsmaar groter en moeten gevuld worden. Weekprijzen van $300 zijn geen uitzondering. Je zou het cruise-rugzaktoerisme kunnen noemen. Mensen eten, mensen drinken en vermaken zich op het schip, maar hebben niets te besteden aan wal en dus geen tours en geen inkopen. Dit is een tendens die goed in de gaten gehouden moet worden door alle betrokkenen in deze industrie. Maar Atlantis Adventures Curaçao blijft optimistisch en positief en zal streven naar excellence. En dat dit reeds doorgedrongen is binnen de cruise lines, is tot uitdrukking gebracht door Princess Cruises met de overhandiging van de Cruise Service Excellence Recognition Pin aan onze gids Mireia Spencer. Y nos encontramos
dat ik kom op jullie corso, no por ti interesse di tiene experiencia, igual of mi ojo es un turista. Goedenavond, ik ben eigenlijk Mariella Weerta, eigenaar van deze pretpark. Die is eigenlijk op Salina Fiesta Park. Wij hebben eigenlijk deze park zo ver kunnen krijgen met zoveel moeite en hard werk. Want op Curaçao eigenlijk is er niet zoveel te doen voor kinderen. Dus hadden we gedacht om toch zoiets aan Curaçao te kunnen bieden. Dat de kinderen een plezier aan de kinderen kunnen maken en samen met hun ouders. Want we vinden dat het is echt nodig op Curaçao om die kinderen een plezier te doen. Eigenlijk Fiesta Show
bestaat al 5 jaar. Wij zijn eigenlijk hier op het eiland een van de grootste die ons bezighouden met de kinderen. Wij hebben normaal hier op, in deze park hebben wij normaal alleen weekend zijn we dan open en dan door de week met de privé kinderfeesten. We hebben normaal hier bumperboats, luchtkussens, skelters en natuurlijk hebben we ook van die videogames. Maar we dachten om toch voor de Pasen iets speciaals voor de kinderen te doen en iets apart wat eigenlijk op Curaçao nooit is geweest. Want er was wel zo'n kermis geweest, maar niet op deze manier. Dat echt voor de familie en voor de kinderen. Dus we hadden dan gedacht om toch voor Pasen iets voor de kinderen te doen. En het is ons gelukt. En ik wou namelijk zeggen, het is niet zo groot als die van Efteling in Nederland. Maar we proberen zo'n beetje Efteling met Disney samen iets te doen. Maar Shadanki, dat ik deze uitzending kan eigenlijk krijgen van deze meneer. Dat het zo aardig was om even langs te komen. En ik wil zeggen hoi in Amsterdam. Doei! Moken met terre. Moken met terre.